Bols en Verel hier. Ja, mijn naam is veranderd. Ik heet Bols en Verel. Ja. Zoals iedereen weet. Nou, hij moet zoeken. Nou, nog een dishwasher. Maar het wordt mooi. Oké, kom maar, vluchten. Kom, kom, kom. Wat is je tactiek? Tactiek. Gaat van mensen. We zijn wel veilig, hè? Ja. Wat is je tactiek? Een tactiek. Gewoon op een plaats verstoppen. Ja, daar hebben we best meer aan dus. Ja. Ik dacht het is best sneeuw. Kut, het is keihard. Hij hoeft daar maar om de hoek te komen, hij heeft ons. Wacht even thuis. Ja, ik ook. Oké, als je daar komt, wat zou je als eerste doen? Rennen. Gewoon die kant op. Ik had een kast vanaf daar komt. Ja, zie je hem. Nee, hij is er niet. Serieus, schipbrek. Zie je hem echt. De kasten. Ja, ik zie het niet op. Kasten loopt daar gewoon weg. Hij liep daar gewoon. Links. Hij liep daar. We gaan nu snel weg. Is hij normaal gek? Nee, hij had er bijna, hè? Ja. Volg je in mijn blote voeten? Hier links, links, links. Hier gaan we links, ja? Alleen kijk, dat is heel goed. Hij kan daar wegkomen. Niet snel links. Kom. Nee. Nee, niet daar, niet daar, niet daar. Ik dacht dat we daar even konden liggen. Hij denkt nu dat we die kant op zijn. Dat is Mark. Als je daar nu wegkomt, hè. Ik ga naar de overkant. Zo kan hij dus minder zien. Juist op de weg. Oh, hier. Hij kan hier daar wel zien, hè? Heb je gezien? Nee, maar hij kan daar. Daar kan hij niet. Ik schrok. Ga je eens om anders? Nee. Zie je het beter? Ja, heb ik al gedaan. Ja? Nee, hij ziet niet. Hij kan nu daar ook om de hoek komen. Zou kunnen. Oké. We moeten hier gewoon zich recht vooruit naar de Oerdracht. Dat is die gebouw? Ja, weet ik. Die kruis. Misschien kijken ze niet. Nee, de boom staat ervoor. Zullen we hier lang? Nee, dat is niet zo handig. Weet je waar ik... Ja, oké. Okay. Daar was je ze net. Jongens. Daar was je ze net. Daar was je ze net. Dat was gewoon hetzelfde. Echt. Daar was je ze net, hè? Ja, dat is die speelplaats. Ja, daar zouden wij eigenlijk heen, maar... was niet echt een goed idee. Als we nou links waren gegaan, die kant op. Ja, maar zo waren we in het begin. Ja. Dit is de Oerdracht, hij moet kruis bovenop. Kijk, kun je wel zien? Nee, nu staat er boven. Kijk, kijk naar die letters. Oké, ja, oké. Zo. Hey Jos! Hey, de vlogger. Ja! Hey, oké. Okay, okay. Yeah. Okay, nu hebben we op de grond. Wat? Zo.
zo filmen. Heel te goed. Ja, zo zie je. Zo zie je je voet. Oké. Okay. Oh, gaan we niet... de weg omlaag. Ja, weet ik. Dan moeten we nu naartoe. Ja, maar hij was hier zo net achter, hè? Ja. Dus we zijn hier niet zo heel veilig. Ja, je bent wel bekend. We kunnen ook daarheen. Ja? Iedereen kent je. Zo. Juist niet, maar bijna niet, maar. Ik zeg gewoon goed zo. Je kwam toch een fan tegen? Ja, maar dat is een vriend van mij die weet dat ik op YouTube zit. Kijkt hij de video's ook? Ja, die kijkt video's van mij, ja. Duimpie, duimpie. Ja. Waar gaan we nu heen? Gadver, trek niet naar stond. Even kijken hoor. Waar gaan we heen? Knikken hoor. Ik dacht even dat er wat stond allemaal ook zat. Dat was dus gewoon een dood plaatje. Ja, dood normaal. Nee, dood van dood. Oh. Oké. We zitten al 6 minuten bezig. Dus, hoe weet je dat? Dat ik zie. Ja. Nee, dat is wel zo. Je moet ook goed achter ons kijken. Daar, want hij kan daar ook zijn. Ja. Ook zo. Ja? Ja. Oh, ik dacht even, wie maakt een prank toen we hem zagen? Het was ook gewoon echt nog. Ja. Wacht. Hij is hier denk ik niet. Daar is het brugje. Ja, weet ik. Deze zijn trouwens geverfd. Oké, we zijn allemaal geverfd. Serieus, dan kan je gewoon binnen 1 seconde naartoe lopen. Ja. Gelukkig. Oké. Als ik het daar zie, hè. Hij kijkt daar om te doen. Als we hem daar bij die verste brug dan zien. Of daar op die flat. Komt hij opeens achter ons. Of zo'n X-boog die 1000 kilometer ver schiet. Hij is een nerfwapen, hè? Denken wij gewoon... Ja, dat wel. Maar dat is niet pijn. Van best wel goede kwaliteit. Oh, ik dacht even dat ik hem zag. Ja. En welke kleur we gaan... kast ook alweer? Kan ik daar vooral even op letten? Nou, hij heeft een heel groot wit geweer. Ja. Maar hij heeft een blauwe, volgens mij. Maar gaan we weer? Ja, ik denk dat we weer... Ja, oké. Hoi. Hoi. We gaan nu wel even... Ja, op... hier komt hij nooit. Beter gaan we hier niet lang. Oh, daar staat! Ah, ik kan die nooit. We moeten wel een beetje spannend hebben, hè. Hij komt daar. Zullen we komen? Ja, hij denkt niet dat we hier helemaal zijn. Nou, ik ga zomaar komen hoor. Daar ligt nog gewoon de Westermaar. Kom, ga die kant op. Nee. Oké. Ja? Maar als er wel gevaar is, dan wel jouw schuld, hè? Ja. Oké. Oké, even wacht. Die auto komt er nog lang niet aan. Nou, misschien gaat hij wel in 900 kilometer per uur. Ja, lijkt het ook. Je zit een oude vrouw achter het stuur. Ja. Denk dat ook dat hij... Ik wil even een dikke BMW aan. Nee, dat ben ik niet. Ook die video. Ja, oké, ja. Ja, nu kunnen we... Gaat hij meteen weer in de pees? Wacht. Ja. Ik denk ook de hele tijd dat ik hem daar op dat bruggetje zie. Ja. Het is hier ook echt vies nat. Ja, Beter hadden we een boot, dan hadden we zo naar de overkant kunnen gaan. Ja, dat is leuk. Maar als je hem aan de overkant ziet, dan kan hij ons niet pakken. Wacht, enorme hik. Als er geen aardig is, hè? Als je met de fiets komt. Dan word ik boos. Hoezo? Gewoon, dan word ik boos. Ja, dan gaan wij daar langs. Ja, want het zou kunnen. Zullen we kijken wat er is? Ja. Jongens, dit is Freek Vonk. Welkom hier bij Gloednieuw. Ja. Aflevering. Ja. Vraag vonk in hout. Ja. Wat voor brandnetels, hè? Ja, nou, ik ben brandnetels bestendig. Wat is zo'n zieke hut. Als je dit hebt. Nou, het is niet eens een hut eigenlijk. Schoolplaat. Hier gingen we ook zitten met jachtseizoen.
een baksteen. Lekker voor je. Daar rent hij ook door. Spreek voor, rent weg. Voor. Oh. Piep. Oh. Tegen tubbies. Oké, kom, we gaan weer terug naar het Westermeer. Het is oké. Maar te spannend. Dan valt het niet goed mee. Jawel. Te spannend. Rijn! Je moet het echt spannend maken. Ja, maar. Oh, ik zou echt vooruit willen kijken. Als het wel gaat vinden. Je wil gewoon de tijd zien. Serieus. Toekomst. En als jullie dit terugzien, weet u het allemaal. Wat? Dit huis staat leeg. Wil je kopen? Hij denkt niet dat we die kant op zijn. Het is naar de Wumkeschool. Denk ik wel, want wij gingen die kant op. Toen gingen we een boogje maken. Yes. Oh, ik dacht, daar loopt die. Er was zo'n oranje man die had een oranje streep. Nee, daar loopt zo'n man. Die heeft zo'n oranje streep. Kan je net niet zien. Je ook al hoe je muziekje daarop kunt zetten, zeg maar tududu. Ja, mooi. Het wil ik heel graag als hij ons ziet en wij moeten vluchten. Oh ja. Zoeken. Maar ze deed het nunnen als ik iets zou zingen, maar ik zing het niet. Ik zeg altijd nukken. Nukken? Nunnen! Oh, 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 oh. Nunnen! Ja, nu weet je zeker dat we hier zitten. Kom, we gaan dit nog spannender maken en daar langs. Ja? Nee, fietsen, hè? Daar weet ik. Hoi. Daar liep was je net. Nee, dat is niet zo. Doe! Nee, wat moeten de kijkers even doen? Ja. Kijken. En abonneren. En... Goed reageren. En liken. En geen dislikes. Ja, zo zijn we één. Nou heb je geen ziel. Zo zijn we. Schaam je. Zo hebben we één dislike voor Karsten. Zo. Als de skate nu gaat ontwikkelen. Die skaten. Ja, die zou ook ontwikkelen. Ging eens een keer belletje bellen bij kijken. Ja, nog spannender. Ja, we gaan hier lang. Hey, toen je op blote voeten ging lopen, ging je hier ook langs, hè? Ja, hè? Dan was het echt gewoon helemaal modderig. Ja, allemaal stekels. Ja, serieus. Dat voelt echt niet fijn. Het is aan jou gewoon als je op blote voeten loper bent. Dit is gewoon een dikke vlog van jou. Vlog? Nou, een video. Een video? Ja, video. Als het gaat drinken. En je hebt nog steeds nagellak! Ja, weet je. Mooi, hè? Wacht, ik hoorde het. Je hoorde hem niet? Nee, ik hoorde hem niet. Ik kan echt heel goed mensen laten schrikken. Ga jij maar voor. Ja, ik ga hier. Spuug. Dat is echt spuugzat. Als het begint te regenen, moeten we snel video eindigen en wegrennen. En het begint bijna te regenen. Ik ga gewoon bij jullie naar... Spannender. Ja, maar mijn kamer kan niet echt tegen water. Nou, ga je jas erboven doen. Ja, dan moet ik ze eigenlijk zonder jas. Ja, zo. Goeie grap. Ja. Goed gegrapt. Goed, ja. Nederland. Ik kijk ook steeds achterom. Hier ging Kerstin toen ook op het dak klimmen. Oké, het begint nu wel te regenen. Misschien moeten we onder een boom staan of zo. Dat zou kunnen. Hier heb ik laatst ook slenderbriefjes gevonden. Wat? Slenderbriefjes? Ja. Slenderbriefjes. Oké. Dan hebben jullie kijkers het wel goed verstaan. Ik dacht slenderbriefjes of zo. Oh, we kunnen onder een boom gaan staan of zo. Nee, dat is gewoon de kleuterklas. Wat kleuters. Er staat gewoon een soort Piet op het raam. Wat kleuters. Zat die Piet zo precies? Leer het toch eens. Zie je.
Sinterklaas is de baas en de poepjes zijn slaafjes. Oh. Moesten ze maar niet naar school steen. Toen waren ze geen slaafjes. Misschien upload ik deze video nog vandaag en anders morgen. Want ik heb nog een paar video's in de wachtrij staan. In de wachtrij. Ik ga ze gewoon zo snel mogelijk online zetten. Ja, maar ik ga die 2 video's per dag online zetten. Ja, 2 video's, niet meer. Hoezo niet? Nou, want de kijkers moeten wel tijd hebben om met ze te kijken. Een Hyundai. Maar oh, kijk, hier zit een boodschap verborgen, hè? Ja, wat dan? Dit en dit. Een mens je moet hem eigenlijk omschrijven als meerdere jaren. Voor 58 en 56 jaar. Nee jongen. Gestaand is 50% dat hij in deze straat zit. 70%? 70%. We moeten dus niet al te hard praten. Yo. Zo ongeveer. Ja, kijk, het veel te pushy. Dat is nog een lijn, hè? Even kijken. Een beetje hier zo. Oh ja, ik loop nog lekker door de tuin. Ik weet dat hij hier minstens een kilometer van daar staat. Ja, goh. 1000 euro. En anders moet hij bij. Bij mijn huis staan of jongen, bij de boom. Godverdomme. Ik weet dat hij nog ergens op de wereld staat. Nee, denk ik niet. Hij zit waarschijnlijk. Op Mars. Hij zit op de wereld. Hij gaat er gewoon maar via Mars even duren waar wij zijn. Ja. Mars kunnen wij van de vier niet zien, dus hij kan ons hier vandaar niet zien. Regenen. Ja. Het gaat regenen. Ik probeer een capuchon te pakken. Dat lukt niet echt. Ik moet echt een cameraparapluutje hebben. Bestaan. Ze bestaan wel. Ligt die domme? Ik kan niet deze aan. Hé? Hey? Is het goed? Zo. Kijk, kom, we gaan hier langs. Onze fietsen. Zou die niet gewoon thuis zijn? Charlie en de zwijger. Charlie en het afdeling. Ik kan ook gewoon de deur open. Doe het niet! Ik hoor het niet. Karsten? Nee, hij is het niet. Hij zit op het veldje. Dan gaan we daarheen. Moet ik je volgen? Dan ga je hem voor je achtertuin. Wat? We liggen daar. En nu is de boel echt veranderd. Kijk, nu is dit niet. Ga op het oogstbord. Ik vond ik wacht niet te binnen. Kijk, dit is niet mijn meintjes. Hoi. Ik krijg een bericht. Misschien is het Karsten. Oh, hij is de telefoon. Hij moet al hier thuis zijn. Nee, het is Karsten niet. Anders moest het wel Karsten zijn. Hey, knijtjes. Knijvlogs zijn altijd vet, Lois. Als dat hier is, net vertellen. Wat, mijn camera is alweer bijna leeg. We zitten ook bijna 20 minuten aan het opnemen. Nee, echt. Nou, hij heeft nog 2 streepjes, dus de helft. Maar als je 1 streepje is, dan ga ik hem uitdoen. Want dan kan ik niet meer editen. Ga eens weg. Weet je zeker dat hij hier was dan? Hij was hier.
Karsten was hier. Ik zie gewoon voetstappen. Waarom niet? Freek Vonk ziet voetstappen. Kijk, daar is mijn liefste kom. Mimi. Hoe lang gaan we deze video maken? Totdat hij echt bijna op het punt staat om mee te gaan. 2% of 1%. Ja, oké. Lekker lange video. Ja, want dan kun je hem nog online zetten. Achter. Ja, maar ik heb het kabeltje hier niet. Wacht eens. In de bijkeuken, hè? Ja. Dat zag ik niet. Dat leek op mijn telefoon die ik al maanden kwijt was. Is mijn telefoon? Hij is de telefoon dus al maanden kwijt. Gewoon heel spannend. Oeh, dikke hondafval. Wow. Oh, konijntjes. Hoi. Nieuw. Het is mijn telefoon. Echt? Nieuw zegt mijn telefoon. En hij is leeg. Ik ben niet in de poel. Ja, stemt wel. Kom. Wat een beest. Ik ga hem hier bewaren. Is hij leeg? Heb je een iPhone? Het is een LG. Oh, een LG. Om een G. Oh, een G, ja. Heb je al een leuk spannetje erop? Oh, een G, ja. Ga in de kooi. Oké, dit is geen reclame. Gewoon, omdat het een merk is van mijn telefoon, kan ik niks aan doen. God. Het klonk raar. Nee. Je mag het niet. Franke, nee. Ja, nu mag jij.